RTL Transportwereld wordt mede mogelijk gemaakt door Kruisinga.nl. We gaan naar de bedrijfsautorij, waar we een rondje maken langs de nieuwste bestelauto's en trucks. Er zijn volop innovaties en daarbij zijn duurzaamheid en brandstofbesparing centrale thema's. Profile Tire Center neemt transportondernemingen de zorg voor hun banden uit handen. Wij gaan mee met de mobiele service. Als er onderweg een pechservice verricht is, dan krijg ik een melding online daarvan. En dan kan ik naar aanleiding daarvan precies zien wat er gemonteerd is en CQ verwisseld of vervangen is. Mercedes-Benz heeft in ons land de tweede Atego met hybride aandrijving afgeleverd. Hiermee is een interessante CO2-besparing mogelijk. De doelstelling ligt op 15%. Dat is ook de doelstelling die Mercedes zichzelf heeft opgelegd en wij onszelf dus ook. Dit en meer deze week in RTL Transportwereld.